Goedemorgen allemaal en welkom op deze webinar. Ik wil voor we starten met deze webinar even checken of het geluid goed is. Of jullie mij duidelijk kunnen verstaan. Jullie kunnen niet antwoorden, want jullie zijn gemute. Maar probeer even via de chatfunctie aan te geven of jullie mij verstaan of niet. De chatfunctie vinden jullie normaal in een pop-up kadertje aan de rechterkant. Het geluid is blijkbaar oké. Dan kunnen we van start gaan. Dus zoals ik zei, welkom op deze webinar. Wij gaan jullie vandaag iets vertellen over lijmen in het algemeen en wie is wij. Allereerst hebben we hier Ruud. Goedemorgen allemaal, ik ben Ruud van Kouwenbergen. Ja, stel je maar. Ja, ik werk ondertussen 15 jaar bij Henkel. Ervaring in, begonnen zeg maar in de oppervlaktebehandeling, reinigingsproducten. Het merk Bondrite, wat ook een belangrijk merk is binnen Henkel. En ondertussen al ja, een zestal jaar ervaring ook op het vlak van lijmen. Ja, maar meer hebben we nog, dat zal u straks zien in de filmpjes. Dimitri Clement heeft ons geholpen met de filmpjes. En Dimitri is ook al meer dan 20 jaar bij Henkel, heeft ervaring met lijmtechnieken vanuit verschillende standpunten, zowel technische ondersteuning, research, projectmanagement. En we hebben ook Rayan die ons digitaal ondersteunt. Dus met dat team willen we jullie vandaag wat vertellen of rondleiden in de wereld van de lijmen. Even nog kort praktisch. Dus ik had daarnet gezegd, jullie zullen de chatfunctie al gevonden hebben, want ik heb antwoord gekregen. Jullie kunnen ook jullie scherm in twee splitsen. Zodanig, dus er is ergens een streep waar u kan met de cursor op staan, zodanig dat u uw scherm in twee kan splitsen. Dan heeft u het voordeel dat u zowel de slide ziet en ook ondertussen wij die er wat commentaar op geven. Wat gaan we vandaag allemaal precies met u doorlopen? We gaan even een vergelijking maken tussen de lijmen en de traditionele of conventionele verbindingsmethodes. Ruud gaat iets meer vertellen over de verschillende soorten lijm, de verschillende soorten technologieën. We gaan enkele concrete uitdagingen van klanten bekijken en wat de oplossing ervoor is. Aan het einde zeg ik, ondertussen wanneer u vragen heeft, kunt u die altijd in de chat vermelden. Als het mogelijk is, gaan we er direct op antwoorden. Is dat niet, dan gaan we daar zeker aan het eind van de webinar op terugkomen. Op het einde geven we ook nog een aantal informatiebronnen waar u nog wat meer informatie kan vinden. Ruud, ik geef het woord even aan u. Ja, dankjewel Aniek voor uw enthousiaste inleiding. Dus vandaag gaan we het hebben over lijmen versus de traditionele verbindingsmethodes. Traditionele verbindingsmethodes, wat verstaan we dan onder? Het lassen bijvoorbeeld, rivetteren. Eigenlijk mechanische bevestigingen die al eeuwenlang gebruikt worden en die bij iedereen ook heel goed bekend zijn. Maar er zijn ook een aantal, naast natuurlijk de voordelen die ze hebben, zijn er ook een aantal beperkingen aan dat soort methodes. En die gaan we vandaag even belichten en eigenlijk gaan zetten tegenover het verlijmen en kijken waar de voor- en nadelen zeg maar, zitten. Om allerlei productietoepassingen te gaan doen. Een van de beperkingen is prijs. Denk maar gewoon aan het fixeren zelf. Er moeten bijvoorbeeld gaten geboord worden. Er moet ook heel precies gewerkt worden. Dus zowel de tijd om het te gaan voorbereiden als het te gaan fixeren. Maar denk maar ook aan de manuren. Zeker niet te verwaarlozen. Kan de prijs serieus doen stijgen. Dat gaat samen eigenlijk met het volgende puntje, de volgende beperking, tijd. Zal zeker ook oplopen bij de gewone klassieke mechanische bevestigingen. Precisie, heel belangrijk bij dat soort methodes.
Ook niet te verwaarlozen is de voorraad die moet genomen worden. Er moet heel wat stok genomen worden van verschillende onderdelen, verschillende maten, draadmaten, materialen. En ook zeker stockage betekent tegenwoordig een grote kost voor een bedrijf. En als laatste, een beperkte mechanische grip kan je zeker ook hebben bij de klassieke traditionele verbindingsmethodes. Ja, en ondanks toch die duidelijke beperkingen van die verbindingsmethodes, is het voor sommige mensen zo moeilijk om ze te overtuigen naar de lijmen over te gaan. Ze zitten met vragen van, is dat wel netjes? Is dat geen knoeiboel met die lijmen werken? Is dat gebruiksvriendelijk? Zijn die wel betrouwbaar? Blijft dat wel aaneen? Is dat duurzaam? Dus is dat iets dat lange tijd toch een betrouwbaar resultaat geeft? En we hebben het altijd zo gedaan. Waarom zouden we veranderen? Hoe kunnen we die mensen overtuigen? Ja, dat zijn eigenlijk drie heel... Ja, misschien kan je nog eventjes teruggaan naar de vraag. Het zijn eigenlijk drie heel... Ja, goede vragen dat je hier ook stelt, en ik ga er misschien kort, komen er straks op terug, maar al eventjes op ingaan. De eerste vraag van, is het mogelijk om netjes te gaan werken? Gaan we straks ook zien dat we daar heel wat mogelijkheden hebben. Denk aan doseerapparatuur, equipment, om het eigenlijk ja, mooi te gaan aanbrengen. Plus geven we ook heel veel opleiding, een stukje wat we vandaag eigenlijk ook doen, om de mensen vertrouwd te maken met lijmen en echt gaan handige tips geven van hoe die gemakkelijk kunnen gebruikt worden. Als je dan naar de tweede vraag gaat, van zijn ze even betrouwbaar en duurzaam? Ja, gaan we eigenlijk straks ook een aantal voorbeelden zien waar dat klanten overschakeld zijn van de klassieke methodes naar lijmen en dat we eigenlijk kunnen zeggen betrouwbaarder zelfs dan voordien. Het eindresultaat. En dan een derde, we hebben het altijd al zo gedaan, horen we ook regelmatig, maar ga dan maar eens gaan kijken naar een aantal toepassingen, denk aan vliegtuigbouw, treinen, als je gaat kijken hoe dat toch sterk geëvolueerd is, het design daarvan, kan je toch wel zien als voor zo'n zaken er wordt gekozen voor lijm, dat er zeker heel wat mogelijkheden zijn en ook ja, kan aangepast worden. Als we naar de volgende slide kijken, om dan over te gaan naar lijmen, wat zijn de voordelen die we hebben ten opzichte van lijm? Ten eerste, ze zijn een oplossing voor de uitdagingen van moeilijke ontwerpen, constructies. Denk maar aan tegenwoordig, ja, worden heel veel verschillende materialen gebruikt. We gaan niet enkel nog spreken over metalen of staal, maar heel veel kunststoffen die ook tegenwoordig gebruikt worden, koolstofmaterialen. Dus de ontwerpen worden ook steeds moeilijker. Wat het eigenlijk voor lijmen in veel gevallen een groot voordeel gaat zijn om daar te gaan vervangen door lijm. Er wordt ook meer gemaakt van flexibele materialen, fragile materialen, ook heel dunwandige materialen, waar lasten bijvoorbeeld dan moeilijker wordt, is lijmen zeker ook weer terug een groot voordeel. Ja. Ook innovatieve ontwerpen, zeg maar, denk maar aan het puur esthetische, gaat ook zeker een groot voordeel geven ten opzichte van lijm. Volgende, oplossen van de uitdaging van moeilijke ontwerpen. We kunnen enerzijds verschillende materialen gaan verbinden. Denk maar aan lassen, is het niet mogelijk om twee verschillende materialen te verbinden. Met lijm is dat wel. We zien daar een aantal voorbeelden, zowel staal, aluminium, elastomeren, maar er zijn ook heel wat kunststoffen zoals ABS, polycarbonaat en ga zo maar voort. Er zijn eigenlijk honderden types materialen. En een voordeel van lijm is dat je ook twee verschillende materialen kan aan elkaar verbinden. Stijve en flexibele materialen, zoals ik daarnet ook al eventjes heb aangehaald. En er zijn ook verschillende lijmtechnologieën waar we kunnen gaan gebruiken. Straks gaan we kort elke technologie een beetje toelichten, voor- en nadelen ervan. Maar hier worden al een aantal zaken opgenoemd. Weerstand tegen hoge temperaturen. Inderdaad, hoge temperatuur, maar eigenlijk kunnen we ook zeggen lage temperaturen. Bij min 50 bijvoorbeeld zijn onze lijmen ook bestand. Hoge sterkte, heel belangrijk als we spreken over structurele verlijmingen. Snelle uitharding is zeker ook een eis, maar gaan we zien, in sommige gevallen willen we juist een eerder trage uitharding, dat men ook de tijd heeft om te gaan positioneren en fixeren. En de laatste, zeker ook niet onbelangrijk, zijn de agressieve omgevingsfactoren, chemische bestendigheid, sterke zuren, bazen, maar ook vocht en buiten- of weersomstandigheden die ook ja, zeker een voordeel bieden. Klopt, ja. Volgende is het realiseren van innovatieve ontwerpen. Daarnet al eventjes aangehaald dat eigenlijk met lijmen er heel wat meer mogelijkheden zijn. Ten eerste het esthetische aspect, heel belangrijk. Je ziet hier bijvoorbeeld een tafel afgebeeld staan, een glazen blad met, ik vermoed, metalen poten.
Stel dat je zoiets wil mechanisch gaan verankeren, ja, het esthetische, nee, klopt. Je gaat het echt wel zien, ga je dit gaan lijmen met een mooi transparante lijm, zie je eigenlijk enkel het glas en de poten, heb je heel mooi esthetisch resultaat. Wat zeker ook een groot voordeel is. Ten tweede, het gewicht verlagen. Denk bijvoorbeeld het voorbeeld van daarnet, de luchtvaart, vliegtuigen, maar ook in auto's, treinen en dergelijke, is het een groot voordeel als je het totaal gewicht kan gaan verlagen van het eindproduct, waardoor er ook meer mogelijkheden zijn, ook naar dunwandige plaatmaterialen enzovoort. Het volgende puntje is de productbetrouwbaarheid gaan verhogen. Eigenlijk als we het wat meer mechanisch gaan bekijken, lijm ten opzichte van de klassieke methodes, heb je bij lijmen een veel uniformere verspreiding van je belasting. Dan moet je zien dat eigenlijk als iets gelijmd is, heb je over het volledige oppervlak een belasting. Dus die gaat per punt veel meer mooi verdeeld zijn. Ga je kijken naar een klassieke bevestigingsmethode, dan zie je eigenlijk telkens op bepaalde punten dat er een veel grotere krachtbelasting komt, waardoor dat je zegt, maar de eigenschappen van het materiaal gaat gaan veranderen. En eigenlijk het totaal of het eindresultaat ook op die manier zwakker kan zijn, ja, doordat het minder goed verdeeld is. Het volgende puntje, dus het oppervlak van het geassembleerde materiaal ondergaat geen verandering. Dus de mechanische eigenschappen blijven hetzelfde. En heel belangrijk, als laatste ook, heb je nog eens bijkomend voordeel dat je een mooie afdichting ook krijgt. Dus we gaan straks ook een mooi voorbeeld zien van in de caravanbouw, dat het niet enkel eigenlijk de sterkte is, maar ook plus nog maar, zeg maar, een afdichting die ook erbij komt, waardoor je geen corrosie, geen vochtindringing krijgt. Hier op die slide zien we eigenlijk een kostenvergelijking. Dat krijgen we ook veel als commentaar van lijmen is duur of de producten zijn heel duur in aankoop. Maar dan kunnen we eigenlijk het ook mooi gaan bekijken, zeg maar, door bijvoorbeeld hier zien een grafiek of een tabelletje, de kost per afdichtingstoepassing. Dus dat gaat hier nu over een borgingstoepassing met verschillende draaddiameters, M10, M16, M24. Zijn we eigenlijk gaan berekenen hoeveel het kost per verbinding. En dan zie je bijvoorbeeld met een Loctite afdichting, kom je ongeveer bij een draadmaat M10 op 2 cent uit. Wat met een gespleten sluitering ook het geval is. Maar hoe groter je draadmaat wordt, ga je in verhouding, zeg maar, gaat het veel goedkoper uitkomen. Ja, een klassieke, wordt het verschil ook groter. Klopt, ga je eigenlijk met een Loctite, is het verschil veel kleiner. Mm-hmm. Dus dat is zeker een groot voordeel, maar bijkomend heb je minder lekken, minder kans op corrosie. Het is ook een eenvoudig proces, gemakkelijk aan te brengen. Je hebt maar één product nodig en kan je eigenlijk alle draadmaten gaan afdichten, wat dat niet het geval is met de klassieke methodes. En ook, daardoor ook minder stok. Minder stok, klopt. Ja. Gewoon één flesje Loctite en kan je al heel wat afdichtingen mee doen. Ja, wat het voorraadbeheer ook gemakkelijker maakt, hè? Ja, en dan is er nog een tweede voorbeeldje dat we hier nu zien, is dan naar cilindrische bevestiging. Dan heb je eigenlijk ook terug een soort van grafiek. En zie je ook de productiekosten dat je hebt verlijmd. Kan verlijmd zijn met interferentie, wil eigenlijk zeggen met een negatieve speling. Of ten opzichte van een krimpassing, een spiebaan of een splineas. En ook daar zie je dat die kost echt wel een stuk hoger ligt. Dus onze producten zijn ook geschikt voor geringe speling en hoge sterkte. Eenvoudig proces terug. En we gaan ook besparen op materiaal en loonkosten. Oké, dat zijn dus duidelijke voordelen van al die lijmen. Nu, je hebt het zelf al wat aangehaald, er is niet één soort lijm. Je moet heel goed kijken naar de toepassing om te weten welk soort lijm het meest geschikt is. We hebben snellijmen, we hebben epoxies, acrylaten, polyurethanen, hybride lijmen, we hebben MS-polymeren, we hebben verschillende anaeroben. En al die producten zijn ook geschikt voor verschillende lijmtechnologieën, zoals schroefdraadborging, afdichting, vlakkenafdichting en cilindrische bevestiging. Kun je zo eens wat de voor- en nadelen aangeven van de verschillende lijmen? Maar ik zie, we gaan misschien eerst kort een filmpje laten spelen. Ja, we gaan eigenlijk beginnen met de eerste technologie, dus de snellijm. We komen er straks nog even op terug. We hebben een video samengesteld en ik zou zeggen, kijk ernaar en straks kunnen we er verder op ingaan.
Vandaag gaan we het hebben over de snellijmen, de blauwe Loctite flesjes. Dimitri, ja. Waarom gaan we een snellijm gebruiken? Snellijmen kunnen we gebruiken om kleine fixaties te doen en op een snelle manier. Dus een snellijm, het woord zegt het zelf, dat gaat verschillende materialen aan elkaar verbinden. Dus hier ziet u verschillende materialen aan elkaar verbonden. Hout, PVC, kunststoffen, verschillende soorten kunststoffen. Dat is hetgeen dat we kunnen verbinden met elkaar. Dat is de bedoeling. Kunnen we eigenlijk alle materialen met elkaar verbinden, met snellijm? We kunnen heel veel materialen met snellijm gaan verbinden. Er zijn bepaalde kunststoffen die moeilijk te verlijmen zijn. Kan je daar een voorbeeld van geven? Welke kunststoffen moeilijk verlijmen en welke gemakkelijk? Absoluut. We hebben bijvoorbeeld PVC, dat is heel gemakkelijk te verlijmen. En we hebben ook bijvoorbeeld polyethyleen, dus hier die witte kunststof, die is moeilijk te verlijmen. Oké, maar hoe kunnen we eigenlijk weten als het moeilijk of makkelijk verlijmt? Is daar een soort truc voor? Of we hebben daar een huis, tuin en keuken truc voor. Ik zal u deze waterkan geven. PVC is een kunststof die makkelijk te verlijmen is. Die gaat onmiddellijk zinken. Dus dat zakt direct op de bodem. Ja. Polyethyleen en polypropyleen is moeilijk te verlijmen zonder enige vormhandeling. Dat blijft drijven. Dat is een heel eenvoudig trucje om tot besluit te komen. Is het makkelijk of niet makkelijk verlijmbaar? Voor de industrie is dat iets moeilijker. Daarvoor hebben we een toestel om de oppervlakte-energie van alle soorten materialen te gaan meten. Dat werkt dan met de oppervlaktespanning, met een druppel water, hoekmeting en dergelijke meer. En daaruit kunnen we bepalen of dat het makkelijk of moeilijk verlijmbaar is. Okay. Ja. Stel dat we nu een kunststof hebben die moeilijk verlijmt. We hebben dat bepaald via oppervlaktespanning. Ja. Ga je dan met een andere lijm gaan werken of hoe moeten we dat dan Nee, aanpakken? Je kan bij die moeilijk verlijmbare kunststoffen kan je gerust bij de snellijm blijven, dus bij de 400-reeks van Loctite. We kunnen hiervoor een chemische voorbehandeling geven met de Loctite 770. Die bestaat in twee verschillende verpakkingen. Dit is de kleine verpakking en dit is meer de industriële verpakking. Oké, perfect. Dus dan gaan we de primer aanbrengen. Voordat we de primer aanbrengen, wat moeten we dan nog doen? Niet onbelangrijk, vind ik een terechte opmerking. Voordat we gaan lijmen, de allereerste stap is het oppervlak goed reinigen. Hiervoor hebben we een hele reeks reinigers in het gamma, bijvoorbeeld de Loctite SF7064. Dus het is net zoals in de lakkerij of als je gaat verven, ga je ook verven op een heel schoon en vetvrij oppervlak. Dat is met lijmen precies hetzelfde. Oké, dus na de reiniging, eventueel primer, gaan we de snellijm gaan gebruiken. Hoe gaan we die precies toepassen? Dus de blauwe flesjes, we halen de dop eraf. Je kan het rechtstreeks doseren vanuit het flesje op je kunststof, maar wij beschikken ook over een aantal doseernaaltjes die je op het flesje kan zetten. Dit doseernaaltje is bijvoorbeeld voor manuele toepassingen. We hebben andere doseernaaltjes, die blauwe of groene. Nu de kleur speelt weinig rol, het is vooral de diameter die telt. Deze zijn gecalibreerd, dat is meer voor geautomatiseerde toepassingen voor in de industrie. Oké. Zijn er ook toepassingen waar we geen snellijm kunnen gebruiken of bepaalde materialen waar snellijm niet kan gebruikt worden? Op glas en keramische materialen mag een snellijm of een secondelijm niet gebruikt worden. Nee, dat komt er na een bepaalde tijd komt dat er terug af. Oké, ja. Kan je misschien ook nog eens toelichten hoe een snellijm precies werkt? Wat is het mechanisme erachter? De polymerisatie van een snellijm gebeurt eigenlijk door het gebruik maken van oppervlaktevochtigheid. Dus elk oppervlak, elke kunststof, die bevat een bepaalde oppervlakte vochtigheid. Nu, in het flesje snellijm zelf zit een zuurstabilisator. Die gaat reageren met de oppervlakte vochtigheid. En binnen de paar seconden heb je de polymerisatie tot stand gebracht.
Dimitri, er zijn heel veel verschillende soorten snellijm. Kan je misschien kort even de belangrijkste snellijmen toelichten? Ja, we hebben hier een aantal, een kleine reeks hebben we hier neergezet. We hebben Loctite 401, we hebben Loctite 406 en we hebben Loctite 480 en we hebben een Loctite 454. Het is niet de bedoeling om al die cijfers te gaan onthouden, dat is zeker niet de bedoeling. Maar ik wil gerust even toelichten wat de verschillende snellijmen eigenlijk doen, ook de verschillende viscositeit. Ik zal eens eerst uitleggen wat de viscositeit betreft. Loctite 401 is vrij vloeibaar. Ja, je ziet dat die gaat weglopen. Ja. En dan hebben we Loctite 454 bijvoorbeeld, dat is onze gelversie. Ja, duidelijk. Dus daar kun je eigenlijk je naam in schrijven. Bij wijze van spreken. Het voordeel van een gelversie is dat je dat boven je hoofd kan gebruiken. Oké. Het verschil tussen de 401 en de 406, kan je dat misschien toelichten? Ja. Loctite 401, de snellijm 401, wordt eigenlijk gebruikt voor het verlijmen van poreuze materialen. En ik zal u een klein testje doen met de naamkaartjes. Loctite 401, doen er een druppeltje op. Het gaat ook niet in het oppervlak indringen. En dan gaan we met het andere stukje papier erop. We drukken even aan, een vijftal seconden. En we kunnen er echt aantrekken. Loctite 406 is, Loctite 406 is specifiek voor kunststoffen. En ga ik precies hetzelfde demonstratie geven. Druppeltje 406. We gaan lijmen. We kunnen een vijftal seconden aan. En het komt onmiddellijk los. Het probleem hier is dat de snellijm door de porositeit doorgedrongen is en eigenlijk geen functie meer heeft. Dus ja, de ene is voor poreuze materialen en de andere is meer voor kunststoffen. Oké, ja. Ik zie hier ook een 480 staan. Wanneer gaan we die gebruiken? Loctite 480 wordt meestal gebruikt bij rubber-metaalverbindingen eventueel. Of daar waar het echt een afpelbelasting op toegepast wordt. Dus we hebben hier een demo-stukje van aluminium en staal, die dat verbonden is met rubber. Die is verlijmd geweest met de Loctite 480. En zoals je kan zien, kan ik gewoon echt gaan bewegen. Oké. Ja. Is er ook een oplossing om, als je overtollige lijm bijvoorbeeld hier hebt aangebracht, te veel snellijm, om die te laten uitharden? Ja, stel dat je te veel lijm gebruikt hebt, dan hebben wij bijvoorbeeld een activator die na het verlijmen wordt aangebracht. Oké. Iets anders, daarnet toon je de 454, dat is meer een gel. Kan je daar dan ook speling mee gaan opvullen? Wil dat zeggen dat je ook ergens 1, 2 mm kan opvullen? Wel, daar heb je zou dat kunnen doen, maar we hebben ook een twee componenten snellijm. Dat is de Loctite 3090. Dit is een twee component systeem. Dat kan ik jullie aantonen. Dus dat zit eigenlijk zo in de verpakking. En daar zit ook een statische mengbuis bij. Kan ik u tonen hoe dat werkt? Ik haal het dopje eraf. Ik zet het mixertje erop. Draaien het vast. Wat we altijd eerst zouden moeten doen, is een klein beetje doseren, omdat de plungers hier achteraan zijn niet gelijkmatig. Dus we gaan altijd een klein beetje doseren op het papiertje, dat er echt de juiste hoeveelheid uitkomt. Dat mag je gerust wegdoen. En dan kan je En met deze snellijm kan je gaan speling opvullen. Dan spreken we over verschillende millimeters. Oké. Okay. Nog een veel voorkomend probleem bij snellijm is het voorkomen van die witte waas, blooming. Hoe kan je dat vermijden? Zijn daar ook manieren voor? Ja, ik heb hier een voorbeeld van blooming en non-blooming. Zoals je ziet, duidelijk zichtbaar. Je kan het vermijden door zo weinig mogelijk snellijm te gebruiken, dus bij een precieze dosering. Hiervoor hebben we verschillende soorten doseernaaltjes, daar heb ik al eerder over gesproken. Deze zijn voor geautomatiseerde toepassingen. Dit is meer voor manuele toepassingen.
En ja, hier de blooming, de witte neerslag. Door zo weinig mogelijk snelheid te gebruiken, ga je meer richting dit resultaat dan die witte neerslag te hebben. Oké, dus door minder snelheid te gebruiken, maar misschien zijn er ook snelheden die minder gevoelig zijn aan bloemen? We hebben een bepaalde type, Loctite 460. Die heeft, dat is een non-blooming product, die heeft die witte neerslag helemaal niet. Dus het is een kwestie van doseren en de juiste hoeveelheid te gebruiken. Oké, perfect. We hadden even een kleine storing met de video, maar ik hoop toch dat we dat snel kunnen oplossen hebben. Ruud? Ik zag ook we hebben een vraagje doorgekregen van een aandachtige luisteraar. Dat ging over het trucje, zeg maar, dat we deden met de kunststof, met polyethyleen, polypropyleen. Kwam een terechte opmerking van iemand van ja, maar hout blijft ook drijven. Het middeltje dat we getoond hebben, ging eigenlijk puur over kunststof. Over eigenlijk het feit van hoe kan je polyethyleen en polypropyleen herkennen ten opzichte van andere kunststoffen. En daar heeft dat eigenlijk te maken met de relatieve dichtheid. Dus de relatieve dichtheid van water is 1. Alles wat een lagere relatieve dichtheid geeft, zijn de polyethyleen en polypropyleen, zit er rond de 0,9, 0,94 ongeveer, gaan eigenlijk drijven omdat die lager zitten. Alle kunststoffen met een hogere relatieve dichtheid, zoals de PVC, ABS, die zitten boven de 1, die gaan zinken. Het truc gaat niet op voor bijvoorbeeld POM, dat ook een hogere relatieve dichtheid geeft dan 1. We spreken echt enkel over polyethyleen en polypropyleen. Maar het is wel heel handig, stel je een stuk in je handen hebt, je twijfelt, laat het er even en gaat het eigenlijk drijven, dan kan je al met grotere zekerheid zijn dat het om polyethyleen of polypropyleen gaat. Maar wil je echt een heel betrouwbare test, dus echt een huistuin-keukenmiddeltje, kunnen we echt de oppervlaktespanning gaan meten met het toestelletje dat je ook in de video zag. Dus dat is uiteraard altijd veel betrouwbaarder. Als er nog vragen zijn over de video of andere vragen, stuur ze gerust door. Mijn collega Rian geeft ze door allemaal en dan kunnen we ze straks ook nog beantwoorden. Oké. Misschien nog een korte samenvatting over de voor- en voordelen van snellijm en de beperkingen ervan? Ja, als we gaan kijken naar de voordelen van snellijm, eerst is één component eenvoudig om aan te brengen. Als ook automatisering is mogelijk, we kunnen het manueel gaan toepassen met de juiste doseertippen erop te zetten, maar je kan het ook volledig gaan automatiseren. Dus heel gemakkelijk en ook proper om mee te werken. Een ander groot voordeel, het is geschikt voor verlijming van verschillende materialen. Dus je kan kunststof aan metaal verlijmen, maar ook een heel ruim aanbod aan materialen. Dus bijvoorbeeld met glas en keramiek is het minder geschikt, maar voor de meeste andere materialen kunnen allemaal verlijmd worden met snellijm. Ander voordeel, hoge sterkte dat je bereikt eigenlijk op een relatief korte tijd, hechting in een aantal seconden qua fixatietijd. En ook heel geschikt voor het verlijmen van kleine onderdelen. Er zijn ook een aantal nadelen aan snellijm. Denk maar aan blooming. Blooming is eigenlijk de witte waas die je krijgt rond de lijmrand, in de nabijheid van de lijm. Ook daar zijn er wel oplossingen voor. Dus blooming ga je eigenlijk gaan hebben als je te veel gaat doseren, dus door iets minder te doseren, ga je het probleem zeker al gaan beperken. Heeft ook te maken met de vochtigheid in de omgeving. Als die goed gemonitord wordt, kan je het probleem van blooming ook gaan beperken. Als ook hebben een aantal lijmen die uiterst geschikt zijn om blooming te gaan te vermijden. De 403, 408 en 460 bijvoorbeeld kunnen daarvoor gebruikt worden. Het volgende, duurzaam onder bepaalde voorwaarden. Bij sommige snellijmen zijn minder geschikt naar vocht sowieso, maar ook bijvoorbeeld tegen schok en afvalbelasting. Maar ook daar hebben een aantal specifieke grades ontwikkeld. Denk maar aan bijvoorbeeld een 480, die beter schok en bestand zal zijn tegen schok en afpelbelasting. Dus eigenlijk voor de meeste nadelen hebben we ook mogelijkheden of kunnen we advies geven hoe dit te gaan beperken of te gaan optimaliseren. Toch? Ja, er was nog een concreet vraagje over de 3090.
of dat daar verschillende mengers in die verpakking zit. Ik denk dat het één soort. Ja, er past eigenlijk maar één type menger op de 30 niet. Als je goed kijkt, ziet op de foto denk ik ook staan, waar de menger, er zitten standaard sowieso mengers in de verpakking, maar je kan die ook apart bestellen. Dat is inderdaad een vraag die we regelmatig krijgen, maar wij verkopen ook zakjes waar de mengers samen in zitten. Ja. Dus, ja. En nog een ander vraagje, hebben we ook een snellijmverwijderaar, dus een reiniger eigenlijk om resten snellijm te verwijderen? Ja, hebben we ook in ons gamma. Dan hangt het ook weer vanaf, is de lijm al uitgehard of niet. Is het nog niet uitgehard, kan je nog relatief gemakkelijk gaan verwijderen met onze cleaner. Spreken we over uitgeharde lijmresten, ik vind dat dat de vraag zal zijn. Hebben we producten, een soort decathan die kan gebruikt worden voor die bolder. Die zijn al wel wat agressiever. Wat logisch is ook, wil je die uitgeharde lijm kunnen verwijderen. Dus heel belangrijk, veiligheidshandschoenen dragen en het op de juiste manier gaan toepassen. Maar het kan wel. Maar elke toepassing specifiek bekeken wordt, hangt er ook vanaf op welk materiaal zijn de lijmresten. Maar het is niet zomaar gemakkelijk om te zeggen, pak dat product of dat product. Het moet echt bekeken worden van wat is de situatie en welke materialen zijn gebruikt. Ja, ook klopt. Ja, dus stel dat je een poreus materiaal hebt waar de lijm echt ingedrongen is, dan denk je, is logisch dat je dan ga je anders er nog terug volledig krijgen. Ja. Oké, ik denk dat dat een beetje de meeste vragen beantwoord zijn. Zo niet, komen we daar straks nog op terug. Ja. Nu de epoxies, een ander soort lijm. Ja, ik kom eigenlijk bij de epoxies. Epoxies kunnen eigenlijk, belangrijkste eigenschappen van een epoxy zijn zeker hoge sterkte. Denk je echt aan structurele verlijming, gaan we met epoxies gaan werken, een hoge mechanische weerstand. Ook een epoxy, zeker belangrijk om te onthouden, is zijn chemische bestendigheid. Dus heb je te maken met sterke chemische producten, is een epoxy zeker heel geschikt of zal daar zeker goed bestand zijn. Temperatuurbereik, eigenlijk ook terug, zowel van heel lage temperatuur, min 55 graden, tot zelfs 180 of 200 graden. Sommige epoxies zijn ook toebestand. Een uitstekende duurzaamheid. Qua typische epoxies hebben zowel één component als twee componenten. De meeste epoxies zijn de typische, zoals je op de foto ziet, twee componentsysteem, waarbij je een ANMW-component gaat gaan mengen met een statische menger. Maar er staan ook een aantal incomponenten epoxies, maar die gaan dan eigenlijk enkel uitharden met toevoeging van warmte. Dus pas als er warmte bij de incomponent komt, gaat eigenlijk de reactie ook op gang komen. Ja. En zoals daarnet aangehaald, zeker die hoge sterkte is voor een epoxy heel voordelig. En in welke gevallen zou je ze dan minder gebruikt of minder geschikt noemen? Ja, typisch aan epoxylijm is eigenlijk vooral de trage aanvangshechting. Dus de meeste epoxies gaan echt maar na een ruimere tijd gaat die polymerisatie goed op gang komen en die sterkte zich ook gaan ontwikkelen. Behalve de één component en vanaf dat je daar warmte toevoegt gaat het wel sneller. Maar de meeste twee componenten zijn redelijk traag. Maar we gaan zien, dan is er eigenlijk een andere technologie die daar meer voor geschikt is als je die snelheid wil. Plus ook de hechting op kunststofonderdelen is met een aantal epoxylijmen ook wat minder. Dus typisch kunststoflijming zijn er soms wel betere opties dan epoxy. En dan komen we aan de acrylaten. Ja, eigenlijk kunnen we een beetje zeggen dat acrylaten zeg maar een soort tegenhanger zijn van de epoxy. De nadelen die ik daarnet opnoemde bij epoxylijmen, dat ze iets trager zijn in uitharding of van initiële sterkte, heb je met een acrylaat minder. Dus die gaat sneller zijn in de meeste gevallen. Qua sterkte zijn ze zeker aan elkaar gewaagd, vergelijkbaar. Dus ook een hoge sterkte heb je terug. En een bijkomend voordeel op, met acrylaten is zijn schokbestendigheid. Die zal iets trager zijn, waardoor dat je eigenlijk ook soms meer met waar dat echt een bepaalde flexibiliteit of taaiheid nodig is, eerder voor een acrylaatlijm zal gaan kiezen. Ja, maar dan de mindere kantjes? Ja, nog eentje terug. Dus we hebben inderdaad ook een aantal nadelen aan acrylaten. Als je naar de verpakking gaat kijken, is het label ontvlambaar staan. Wat wil dat zeggen? Dat je toch naar opslag toe moet gaan kijken, of bepaalde maatregelen gaan nemen, omdat ze ontvlambaar zijn. Als ook voor mensen die er al mee gewerkt hebben met acrylaatlijmen, heeft echt ook een heel typische geur. Dus met andere woorden, als je daarmee werkt, is het zeker aan te raden om een bepaalde ventilatie te gaan gebruiken, of daar ook gewoon rekening mee te houden. Ja.
Oké. En dan komen we aan de polyurethane familie. Ja, we blijven nog steeds in de structurele lijmen, maar epoxies, acrylaten, polyurethanen hebben ook een hoge sterkte. Een groot bijkomend voordeel bij een polyurethaanlijm is dat ook een heel goede vermoeidheidsweerstand hebben. En een mooi voorbeeld om dat een beetje te illustreren, denk maar aan de windblades van een windmolen. Die worden eigenlijk verlijmd met een twee-component polyurethaanlijm. Jullie kunnen zich gerust voorstellen, een windblade zou wat die onderhevig zijn. Die hebben ja, heel wat externe weersomstandigheden te verwerken, zeg maar. Dus die zijn daar heel goed in bestand. Dan spreken we ook wel echt over dikke lagen lijm die gebruikt worden. Dat is niet een dunne film, maar dikke lagen 2-KPU lijm die gebruikt worden voor dat soort toepassingen. Maar dan heb je zeker een hele goede weerstand tegen vermoeidheid. Ja. Nadelen? Nadelen, ja. Er is ook een nadeel aan polyurethanen, is eigenlijk het bevat isocyanaten. Dus als je een veiligheidsfiche gaat erbij nemen, gaat dat er ook op staan. Ja. Isocyanaat, en wat is het gevolg van? Die hebben een bepaalde labeling, krijgen die mee. Dus die zijn niet zo gezond. Inderdaad, naar health and safety ook terug de nodige maatregelen voor nemen. En ook eenmaal dat eigenlijk een polyurethaan uitgehard is, zit zeg maar die isocyanaat als het ware ingekapseld. Dus eenmaal uitgehard is het probleem, stelt zich niet meer. Het is echt puur bij het aanbrengen, bij het uitharden. Maar daar terug zijn ja, verschillende mogelijkheden naar health and safety. Plus, er bestaan ook polyurethanen met lagere concentraties isocyanaat, waardoor het zeker ook al minder schadelijk is om mee te werken. En er bestaan ook verschillende types isocyanaat. En dat kan je ook op de veiligheidsfiche gaan opzoeken. Afhankelijk van welk type isocyanaat erin zit, zal het meer of minder schadelijk zijn. Ja. Ja. Dan komen we aan de volgende lijmengroep of lijmensoort, maar daar gaan we ook eerst even naar een filmpje kijken. Ja. Goeiedag, vandaag gaan we het hebben over universele structurele lijmen van Loctite. En daarin hebben we hybride lijmen op de markt gebracht. Bijvoorbeeld de Loctite HI4090. Wat zijn de grote verschillen in die hybride lijmen? Dat is dat we twee technologieën bij elkaar gebracht hebben. Zijnde cyanacrylaat en epoxy of cyanacrylaat met een MMA. MMA wil zeggen methylmetacrylaat. Dus daar willen we eigenlijk alle goede eigenschappen van de lijmen gaan samenbrengen in één product. We hebben hierin producten typisch voor mensen in onderhoud of voor productietoepassingen. Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste eigenschappen of voordelen van hybride lijmen? Bij de hybride lijmen gaan we verschillende eigenschappen van een snellijm en van een epoxy of een MMA gaan combineren in één product. Om zo verschillende materialen te kunnen verlijmen. Dat is de bedoeling. Dus een snellijm, dan denk ik aan snelheid? Ja, klopt. Dus die lijmen gaan eigenlijk heel snel uitharden? Die gaan inderdaad heel snel uitharden. En je gaat onmiddellijk een fixatie krijgen. Een bijkomende voordeel of eigenschappen zijn dat je ook trillingsbestendigheid hebt. Het is impactbestendig en temperatuurbestendig. Ja, wat je eigenlijk met een klassieke snellijm niet hebt, die zijn wat brosser. Inderdaad. Gaan die hybrides sneller of taaier. Dat klopt. Taaier. Ja. Nog een van die eigenschappen is dat ze ook weerbestendig zijn. Dus het zijn producten die je kan buiten gebruiken. Mm-hmm. En op verschillende materialen gaan verlijmen. Hier ook nogmaals belangrijk is, voordat je gaat lijmen, is gaan reinigen. Dus het is bij elke verlijming zo dat je moet gaan reinigen. Met een goede reiniger. Oké. Ik zie hier een viertal producten liggen. Wat zijn nu de verschillen onderling tussen, ik zie hier 4060, 4070, 4080 en 90? Wanneer ga je wat gebruiken? Wel, dat is een beetje afhankelijk van de toepassing in welke materialen dat je gaat gebruiken. Ik heb ook gesproken over producten in onderhoud en voor industrie. Mm-hmm. Dus voor de industrietoepassingen hebben we altijd een pistool nodig. Waar het product in past, met dan de statische menger. Dat is eigenlijk de bedoeling voor de industriële markt. Voor de mensen die in onderhoud staan, hebben we een andere verpakking. Dan hebben we bijvoorbeeld een verpakking met een plunger.
Dus dat product kan je gewoon uitduwen in een potje en mengen, de hoeveelheid die je nodig hebt. Of ready to use, de Loctite 4070 met een statische menger. Dus ook deze producten die verkopen wij in een kartonnen doosje. Oké. Je sprak daarnet over het zijn hybride lijmen, dus enerzijds een snellijm met een epoxy of een acrylaat. Wat zijn dan eigenlijk de eigenschappen die overgenomen zijn van de epoxy of de acrylaatlijmen? Van de epoxy zijn de taaiheid en de temperatuurbestendigheid daarvan overgenomen. En bij de methylmethacrylaten, daar is het vooral de taaiheid en de hechting naar uw materialen. Oké. Chemische bestendigheid? Chemische bestendigheid is voor beide materialen zijn ze gelijk. Okay. Ja. Ja. Dus hier op onze trekbank gaan we demonstreren wat de Loctite 4080 eigenlijk doet op twee gelijmde aluminium plaatjes. De aluminium plaatjes zijn voorbereid als volgt. Ze zijn gereinigd geweest, dan zijn ze gezandstraald geweest en dan teruggereinigd. Dan is de lijm op aangebracht geweest, die is verlijmd en na een zevental dagen gaan we een trekproef uitvoeren. Dan gaan we nu naar het resultaat kijken. Zo, we hebben nu net de trekproef uitgevoerd en we kunnen uitlezen op het scherm wat de kracht geweest is ten opzichte van de verlenging. Dus we zien hier dat het klein stukje dat verlijmd geweest is, toch op een 6000 newton gebroken is. En zoals dat we kunnen vaststellen aan de lijmbreuk, is het een cohesieve breuk. Zo Ruud, dat was een filmpje met een aantal, met uitleg over de hybride lijmen en ook een test. Kunnen we dat nog kort even samenvatten? Ja, dus als we kijken naar de volgende slide, worden eigenlijk inderdaad nog een keer de belangrijkste kenmerken van de hybride lijmen opgesomd. Dus ten eerste de zijdigheid aan materialen, materiaaldiversiteit. De snelheid, die gaat zeker een groot voordeel zijn bij de hybride lijmen. Ook zelfs bij lagere temperatuur gaan ze nog uitharden. De health and safety komt straks nog een site ook waar ik het eventjes meer ga toelichten. Wat dat precies betekent, maar moet je echt denken vooral aan etatering eigenlijk van de lijmen. Ja. Het twee component zijnde, maar ook zeker daardoor spelingvullend, de hybride lijmen. Chemische bestendigheid, dat heeft dan te maken vooral met de combinatie van de epoxylijm, dat die ook chemisch goed bestand zijn, ook tegen vocht. En tot relatief hoge temperaturen van 150 graden. Op de volgende slide zie je nog de vier producten opgenoemd. De 4060, 4070, 80 en 90. Waarbij eigenlijk de twee eerste, 4060 en 70, vooral naar onderhoud zich gaan toerichten. En 4080 en 90 naar productie. Waarbij ook spreken over een andere verpakking. Daar ga je ook een handpistooltje of een pneumatisch pistool voor nodig hebben. Afhankelijk van de 50 of 400 gram verpakking. Terwijl de 40, 60 en 70 gemakkelijk manueel te gebruiken zijn zonder gebruik van een extra pistool. Belangrijkste eigenschappen worden nog eens opgenoemd. Ook naar chemische bestendigheid, temperatuur, fixatietijd. Maar zeg, dat is ook iets dat we doorsturen en jullie nog eens op gemak kunnen nalezen. Ja. Ja. Op de volgende slide zien we dan zeg maar hetgeen ik daarnet ook al aanhaalde, echt naar etiketering, die de verschillende productgroepen, hybride, en dan A staat voor methylmeta-acrylaatlijmen, EP epoxylijmen en PU de polyurethaanlijnen. En daar zie je al bij de eerste ontvlambaarheid, acrylaten zijn ontvlambaar, dus die hebben nog een specifieke opslag nodig, of ook zelfs naar transport toe. Health and safety is echt ook de andere labels die op de verpakkingen staan. Daar zie je eigenlijk bij hybrides enkel het uitroepteken staan. Maar als je dan kijkt naar een epoxy, een acrylaat of een PU-lijm, staan daar bijvoorbeeld ook de pictogrammen op van corrosief, schadelijk voor het milieu en dat ze bepaalde gezondheidsrisico's inhouden. En dat uitroepteken dat duidt op
Wat precies? Ja, dat gaat inderdaad op de meeste lijmen ga je dat wel terugvinden, maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat het irriterend is voor de mensen die ermee werken. Maar dat is een zeg maar, van de ja, minst... schadelijke of minst, ja, ja, klopt. Minst grote waarschuwing. Ja, inderdaad. Naar geur toe ga je eigenlijk hybriden, als je er al mee gewerkt hebt, heeft echt de typische geur ook van een snellijm. Het zit ook snellijm in. Dus die is vergelijkbaar met een CA of cyanoacrylaat. Tot MMA heeft dan echt een heel typische geur. En epoxy en PU heeft dat dan weer minder. Dus globaal genomen kunnen we zeggen, hybrides hebben zeker heel wat voordelen in health and safety ten opzichte van andere technologieën. Ja. Een andere groep lijmen dan weer zijn de anaerobe lijmen. Dat is ook een groot assortiment waar een aantal lijmtechnologieën mee kunnen toegepast worden. Wat zijn hun kenmerken? Ja, de anaerobe lijmen, om daar eventjes kort nog over te gaan. Dus die gaan eigenlijk enkel uitharden bij afwezigheid van zuurstof en in aanwezigheid van metaalionen. Dus kunnen we niet gebruiken op kunststoffen. Kunnen een bepaalde speling mee opvullen, tot ongeveer 0,5 mm. Hebben daar ook verschillende types in, stijf tot eerder soepel naar uitharding. Temperatuurbereik kunnen we van min 55 tot 200, of we hebben zelfs een aantal anaerobe lijmen die tot 260 graden kunnen. Chemische weerstand, heel goed bij de anaeroben en naar toepassingen toe, is zowel zoals je ook daarnet al zei, schroefdraadborging, afdichting, de vlakkenafdichting of cilindrische bevestiging. Dat zijn zo de gekende rode potjes. Klopt, allemaal. Inderdaad. Ja. En dan als laatste lijmtechnologie dat we kort nog even aanhalen, zijn de MS-polymeren. Dat staat voor Modified Silaan. Polymeren die gaan eigenlijk uitharden onder invloed van luchtvochtigheid. Heel belangrijk voor de één componenten. We hebben ook twee component MS-polymeren. Die gaan eigenlijk geen luchtvochtigheid nodig hebben, maar zit eigenlijk al de tweede component erin verwerkt en gaat zo de polymerisatie op gang komen. MS-polymeren kunnen voor heel wat verschillende materialen gebruikt worden, zowel voor metalen, voor kunststoffen. Laat een grotere speling toe. Als ook, het zijn eerder flexibele lijmen. Zijn ook daardoor beter bestand tegen schokken, tegen vervorming, afpeilbelasting. In de meeste gevallen gaan we zonder primer werken, is het niet nodig. Al kunnen we bij een aantal, bijvoorbeeld bepaalde laksoorten, denk maar een polyesterlak, is het zeker een voordeel om toch met een primer te werken. De SB450 kan daar gebruikt worden. Maar MS-polymeren zijn compatibel met verschillende metalen, verschillende laksoorten en ook kunststoffen. Als ook, die zijn niet gelabeld. En naar temperatuursbereik spreken we ongeveer van 50 tot 100 graden, dus iets lager qua temperatuur. Ik zie dat de foto, onze foto wel een beetje misvormd is, want zo'n breed flesje hebben we niet in ons gamma. Dat zijn inderdaad niet de MS-polymeren die daar op de foto staan, maar de anaeroben. De anaeroben, dus dat is wel, zullen we bij het doorsturen wel even nog vervangen. En dan misschien na de opsomming en een beetje theorie over al onze producten, misschien eens een concrete toepassing of daar waar je daarnet zei, waar we de klant kunnen overtuigen hebben om de conventionele verbindingsmethodes te vervangen door onze lijmen. Mm-hmm. Dat is hier een hele mooie toepassing. Je ziet op de foto van de klant Aldis, maken caravans of mobiloms, maar vooral caravans, hebben ze eigenlijk, ja, dat is een heel traditionele markt die al jaren of heel lang gewoon is van het op mechanische manier eigenlijk allemaal te gaan bevestigen en aan elkaar zetten. En is daar eigenlijk Henkel met Loctite met een hele goede oplossing gekomen om het mechanische te gaan vervangen door een lijm, door te gaan verlijmen. Specifiek is daar met een structurele lijm, een 2KPU-lijm, ingezet. En het gevolg daarvan was dat ze ongeveer per caravan ongeveer een 800 mechanische bevestiging kon elimineren en eigenlijk gaan vervangen door een lijm. Maar een heel groot voordeel was, ja, zeker naar design toe, zijn er veel meer mogelijkheden als je gaat gaan verlijmen. Het ontwerp hebben ze volledig kunnen moderniseren, aanpassen. En een bijkomend voordeel met lijm is dat eigenlijk de kans op lekkage ook veel minder was, of eigenlijk volledig uitgesloten. Het gewicht is ook veel veranderd. Want dus... ik kan mij ook best inbeelden dat dat een hele impact is, heeft op de wagen die nodig is om die caravan te kunnen trekken. Klopt. Dus voor een breder publiek kan een grotere caravan kopen. Ja, toch? Aangezien het gewicht sterk verlaagd was, kon men of wel meer opties gaan toevoegen of inderdaad met een minder krachtige wagen gaan voortrekken.
Dus eigenlijk alleen maar voordelen. Het zelfs als bijkomend resultaat dat de klant naar de eindgebruiker zelfs 10 jaar garantie geeft, puur op de structuur, om echt aan te tonen wat lijm allemaal toe in staat is ten opzichte van het klassieke mechanisch bevestigen. Er bestaat er ook een heel mooi filmpje van. Ik denk op YouTube kan je het ook terugvinden voor de mensen die graag nog eens naar kijken. Als je op Eldis gaat zoeken, ga je echt ook een video zien met de toepassing. Dus ik zou zeggen, kijk er zeker eens naar. Ja, eventueel sturen we met de mail die we sowieso naar iedereen sturen, zullen we de link erin zetten, zodat je het makkelijk kunt terugvinden. Ja. Ik denk dat we aan het eind gekomen zijn van onze... Ja, er staan nog een aantal extra toepassingen, maar die kunnen jullie zelf eens... Die samenvatting, bekijken. Want ik denk dat we ons uur een beetje in doog moeten houden. Zijn er eventueel nog vragen? Dan is daar nu eigenlijk de mogelijkheid toe. Nee, geen vragen meer. Dat is goed, hè, Ruud, dat was alles heel duidelijk. We geven ook nog even in een volgende slide een aantal bijkomende informatiebronnen aan. Het kan zijn dat u eventueel deze namiddag nog vragen hebt of in de komende tijd. Dan kunt u altijd met ons contact opnemen, ofwel telefonisch. En daar zie je duidelijk het onderscheid tussen... Commerciële vragen is een ander telefoonnummer dan voor technische vragen. Technische vragen, daar kunt u altijd ook per mail terecht op tech.bnl. Wees in uw vraag wel heel volledig. Beschrijf de situatie, de factoren die een rol spelen, het eindresultaat dat u wenst. Wees, hoe vollediger u bent, hoe juister het antwoord zal zijn of hoe dichter het antwoord op uw vraag zal volgen. Zoals ik in het begin van de webinar gezegd heb, is dit de eerste algemene webinar. Er zijn er nog twee die volgen, op 15 oktober en op 5 november. En daar gaan we iets dieper in detail op het verlijmen van enerzijds kunststoffen, anderzijds metalen. Indien u interesse hebt om hier aan deze webinars deel te nemen, dan sturen wij die informatie ook door in de mail die zal krijgen. Als er eventueel al vragen zijn op voorhand die u graag wil behandeld zien, bezorg ons die, dan gaan we er zeker op in. Ik weet niet, Ruud, of jij nog iets wilt toevoegen? Nee, ik zou iedereen heel erg willen bedanken voor jullie aandachtigheid om in te loggen en om te luisteren. En hopelijk tot binnenkort. Dag, bedankt.